geweldig bevrijdend, vind ik het idee. Dat je als kunstenaar, maar ook als toeschouwer, alles wat je om je heen ziet, de hele werkelijkheid, een totaal andere betekenis zou kunnen geven. Het klinkt misschien vreemd, maar het is precies wat Lore Provoost, voormalig Turner Prize winnares, doet in haar film Did Learn. Everybody knows, even Buddha. What does this mean? And this? In die film krijgt alles een andere betekenis. Een houten paaltje bijvoorbeeld waar ze met een hamer een klap op geeft? Nee. Een dikke groene salamander? Ja. En jij met een oud metalen kopje dat een beetje rammelt op tafel? Die nieuwe taal is niet altijd even begrijpelijk, maar werkt wel enorm bevrijdend. Plotseling kun je allerlei dingen met elkaar in verband brengen waar je van tevoren nooit aan had gedacht. En dat, met zoveel humor en zoveel kracht gebracht, is precies wat Provoost zo goed maakt.